Yo, beste mensen, mijn naam is Tito en vandaag spelen we Minecraft. Yes, we gaan deze mooie huisje maken. Ja, geef alvast een blauwe duimpje omhoog als je hem nu al gaaf, mooi, tof vindt. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan op mijn kanaal. Ja, kijk, zoals je kan zien, het is een simpel huisje wat we vandaag gaan bouwen. Ja, bestaande uit junglehout. Geschaafde eikenstronk, eikenhouten platen, sparrenhouten platen, sparrenhouten trappetjes, eikenhouten trappetjes, eikenhouten platen en eikenhouten trappetjes of platen ook. En dan wat witte planken en keien, keitrappetjes en dan een keien halve blok en natuurlijk de keien muur. Ja, dat is alles wat je nodig hebt. En dan wat glas en aan de binnenkant, ja, gewoon wat je eigenlijk het zelf in wil richten. Ja, dat is alles wat je nodig hebt. Ik zou zeggen, heel veel speel- en bouwplezier. Here we go. We beginnen als allereerst met keien. Yes, daar doen we er 7 op een rij. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Dan gaan we naar de andere kant toe. En daar doen we 10 op een rij. Dus dit is al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En dan ja, gaan we eigenlijk gewoon weer terug. Zo. En dan maken we het mooie rechthoek helemaal af. Oké, als we dit hebben gedaan, dan gaan we 3 hoog. Dus dit is wordt er allemaal gewoon 3 hoog zo. Hop. Die doen we hier. En die doen we hier zo. En dan maken we die hier. En dan doen we nog een rijtje bovenop. Zo. Oké, als we dit hebben gedaan, dan gaan we dit invullen met berkenhouten planken. Dus die doen we gewoon aan de bovenkant zo. Hop. Die doen we daar. Die doen we daar. En dan komt er nog een rijtje hierbij. En dan ook weer een rijtje hier zo. Zo. Oké, als we dit hebben gedaan, dan pakken we onze geschaafde eikenstronk. En dan beginnen we hier in een hoek. En dan doen we er 1, 2, 3. En dan doen we hier 1 in het midden. Dus slaan we er 2 over. Dan doen we 1, 2, 3, 4, 5. En hier 1, 2 en 3. Nee, we doen hier 4. 4 en hier komt de 6. Dan krijgen we nu mooi dit. Dan gaan we naar de andere kant toe en doen we hetzelfde. Dus 4 op de hoek. En 6 in het midden. We hebben 6. En dan weer 4 op deze hoek. 1, 2, 3 en 4. Oké, dan pakken we één kant van het huis. En dan pakken we junglehouten planken. En deze junglehouten planken doen we hier zo. 1 en 2. Zo tegen elkaar aan. 1 en 2. En hier ook weer 1 en 2. Daar weer tegenaan. Als we dit hebben gedaan. Hier doen we er nog één. Als we dit hebben gedaan, dan pakken we de berkhouten planken en doen we 1, 2. 1 en 2. Zo. En dan doen we hier nog eentje bovenop. Oh, en hier één bovenop. Hier. En hier één bovenop. Oké, dan krijgen we nu dit. Dan pakken we onze glasplaat. Die doen we er zo tussenin. Eikenhouten valluik, die doen we naast de glasplaten. Die zetten we zo mooi tegenaan. Als we dat hebben gedaan, dan gaan we naar de zijkant van het huis. En dan pakken we de junkhouten planken. En doen we 1. En 2. Doen we hier zo 1, 2. 1, 2. 1 en 2. Dan krijg je twee kleine raampjes. Heel mooi aan de zijkant. En doen we hier nog een laag bovenop. Aan de achterkant doe ik eigenlijk hetzelfde als aan de voorkant.
Alleen plaatsen we hier geen deur. Maar dan doen we gewoon twee van die raampjes. Zo op elkaar. En zo. Daar één en daar één. En dan maken we het hier af met berkhouten planken. 1, 2. 1, 2, 1 en 2 daar weer tegenaan. En dan gaan we weer naar deze zijkant toe. En doen we eigenlijk als de andere zijkant. 1, 2, 1 overslaan, 2, 1 overslaan en weer 2. En dan komt hier weer een rij bovenop. En hier komt ook weer een mooi rijtje bovenop. Die doen we dan mooi zo. Dan pakken we de glasplaat en die douwen we zo tussenin. Oké, als we dit hebben gedaan, dan pakken we onze keienplaat. En dan doen we hier 1, 2 en een nummertje 3. En dan maken we een mooi 2 breed. Dan pakken we onze keientrap erbij. En die plaatsen we zo 1, 2 en 3 naar beneden toe. En dan maken we een mooie dubbele trap van. Hier aan de onderkant kunnen we nog twee trappetjes zo op zijn kop zetten. 1 en 2. Kijken of dat wil lukken daar mooi op zijn kop. Misschien precies zo. Ja. Hoppa. Oké, dan pakken we onze keienplaat nog erbij. En dan maken we hier een mooi rijtje aan de zijkant. Zo. 1, 2 en 3. En dan een, nog een rij. Dus krijgen we een mooie rij van 2 breed. 1, 2. En aan deze kant ook. Zo. En dan aan deze kant uiteraard ook weer hetzelfde. 1, 2, daar 1, 1, 2. Hoppa, oké, dan krijgen we nu zo'n brede pad eromheen. Als we dit hebben gedaan, dan gaan we verder met het dak. Het dak maken we van... Uiteraard sparrenhouten trappetjes, eikenhouten, of ja, doen we even de sparrenhouten trappetjes zo. Doen we hier even, zo tegen het huis aan. Zo. En dan doen we één eroverheen. En aan deze kant ook weer. Eén eroverheen. Eentje op zijn kop. En eentje gaat dan weer daar tegenaan. En daar tegenaan. Eentje op zijn kop. Hoppa, die komt dan daar. We doen hier gewoon eentje zo. Oké, als we dit hebben gedaan, dan pakken we deze kant. Die doe ik helemaal tegen het huis aan. Eentje eroverheen, op zijn kop en erbovenop. Deze kant doen we hetzelfde. Eén zo en eentje doen we dan weer zo. Daar weer tegenaan. Oké, dan pakken we de platen erbij. Ook van sparrenhout. Sparrenhouten platen. Die zetten we zo. Eén erbovenop. Zo, dan krijg je dit. En dan komt hier weer één bovenop. En dan hier ook weer één zo bovenop. Dan ga je zomaar trapsgewijs omhoog. En dan weer daar weer. Zo, hier één en hier ook weer mooi eentje. Oké, dan pakken we onze valluik, sparrenhouten valluik, die zetten we hier tegenaan. En die laten we zo mooi zitten. Aan de andere kant doen we dat ook. Zo, aan deze kant. En die doen we mooi daar zo. Dat is gewoon, ja, voor qua decoratie uiteraard. En dan pakken we onze eikenhouten platen erbij. En met die eikenhouten platen vullen we en zo. Die komt daar, daar, daar en daar. Die komt hier en die komt hier. En zo, die trekken we eenmaal door. 1, 2 en 3. Oh.
Hier komt er nog één. Daar en daar. Uiteraard hier ook weer een mooi rijtje. 1, 2, en zo. En aan deze kant ook. Eén rij. En die komt dan daar zo. En dan vullen we daarna in met eikenhouten trappetjes. En zo. En dan komt op deze rij komt er één. En op deze rij komt er ook één. Hoppa. Kijk. En dan heb je het dakje heb je het zo mooi gemaakt. Dan pakken we nog junglehouten trap erbij. Die zetten we hier op zijn kop. Eentje op zijn kop. En dan een eikenhouten deur. En die eikenhouten deur zetten we zo binnenin. Op, zodat het ook weer mooi gedaan is. Dan pakken we nog onze sparrenhout hekjes erbij. Die zetten we 1, 2 en een 3. Doen we daar tegenaan. Hier ook weer. 1, 2 en nummertje 3. En ja, we doen hem ook gewoon hier op de hoek. Zeg maar. Op elke hoek van het huis zo. En dan hier bovenop. Hier zo. Hop. En dan hier maken we hem zomaar af. Oké. Dan pakken we nog onze mooie keien, muur. Even kijken hoor. Keienmuur. Ah, die zit gewoon hier. Hop. De keienmuur erbij. En die plaatsen hier 1 en 2. En dan plaatsen hier 1 hele blok. Doen we hier doen we hetzelfde. 1 en 2. En een hele blok. Zodat het ja, iets van ondersteund wordt, zeg maar. Een hele blok. 1, 2. En hier ook uiteraard weer 1 en 2. En een hele blok komt daar weer tegenaan. Kijk, dan heb je mooi dit. Ja, we kunnen hier nog aan de zijkant hier zo. Kunnen we nog van die houten valluik tegenaan zetten. En zo. Daar één. En daar één. En dan hier zo komen dan mooie eikenhouten valluiken. Dus aan de ene sparrenhouten valluiken. En dan aan de zijkanten eikenhouten valluiken. Hier zo doen we dat ook. En zo. Daar één. En daar eentje. En dan doen we hier 1, 2 en hier 1. En dan hier aan de bovenkant doen we weer 1 en 2. Oké, ja, nu kunnen we de binnenkant een beetje gaan versieren. Met alles wat je nodig hebt. Uiteraard bed, fakkels, wat heb je nog meer nodig? Kisten. We gaan vandaag voor een groen bed. Een groen bed. Een werkbank. Boekenplank. Is altijd handig. Een kaartenwerkbank natuurlijk. Een overtje. Een mooi kistje. En die bed zetten we dan mooi hier neer. Doen we 2 boekenplanken daar. Of 3 boekenplanken. En zo. Dan kunnen we hier nog 2 of 3 boekenplanken plaatsen. Hier doen we dan een mooie werkbank tussen. Doen we hier een mooi overtje. En 2 kistjes. Hier kunnen we dan een kaartenwerkbank neerzetten. En hier uiteraard ook weer 2 kistjes. Ja, en dan hebben we nog fakkels nodig. Om het wat lichter te maken uiteraard. Een fakkeltje erbij. Hop, 1 en 2. En dan plaatsen we hier 1 en dan plaatsen we hier ook weer eentje. En zo. Doe deze weer dicht. En dan plaats hier een mooi fakkeltje. Nee, dat gaat niet. Een mooi fakkeltje. Ik wou daar gewoon een mooi fakkeltje plaatsen. Maar die fakkels die zetten we hier gewoon op het hekje neer. Zo, hop.
1 en 2. En daar eentje uiteraard. En dan kunnen we hier eentje in het midden doen. En dan plaatsen we hier weer eentje. En zo. Ja, dan is het gelijk een mooi stuk lichter. En dan kunnen we aan de onderkant kunnen nog wat bladeren doen. En gewoon wat rozen struiken. Dan wordt het ook wat lichter. Qua kleur, zeg maar. Okay, dan doe je af en toe een rozenstruikje ertussen zo. En die bladeren, ja, die maken we eigenlijk gewoon zo mooi. Die maken het eigenlijk gewoon af. Zo aan de onderkant. En dan plaats je gewoon af en toe. Zo om en om. Misschien een mooie een rozenstruik. Met die acacia de bladeren. Doen we zo. 2, 2. Daarin. Hoppa. En daar hebben we gewoon een mooie dubbele geplaatst. En dan is het huisje helemaal af. Vond je dit nou een leuk, gaaf, tof huisje? Geef dan een blauwe duimpjes omhoog. Abonneer mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En tot de volgende video maar weer. Laters.